De Utrechtse zorgorganisatie Carijn moet 25 miljoen bezuinigen. Dit leidt tot een ontslaggolf waarbij zo'n naar verwachting 600 banen geschrapt worden. Landelijk worden er 8 verzorgingshuizen gesloten. Bij Carijn werken nu nog ongeveer 15.000 mensen. Ook in Woerden vallen ontslagen. Hoeveel dat er zijn, kon de instelling nu nog niet zeggen. Woerden is in de kerstsfeer. De kerstman heeft de boom ontstoken en er rijdt een kindertreintje. De komende zaterdagen en donderdagen mag er gratis geparkeerd worden in de binnenstad. Dinsdagmiddag opende burgemeester Molkenboer het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Rijn en Veenstromen. Dat is gevestigd aan de Oostzee in Snellenpolanen. Ondanks de rol van banken in de economische crisis betrekt de Rabobank per 1 januari dit nieuwe pand en gaat het kantoor in de Voorstraat op die datum dicht. De gemeente Woerden krijgt een Nelson Mandela-brug. Het initiatief hiertoe werd aangereikt door de raadsfracties van Inwonersbelangen en Sterk Woerden. De nieuwe brug voor voetgangers en fietsers gaat de verbinding vormen met het Defensie-eiland. Zo zal er een kortere en veiligere verbinding tussen het station en Defensie-eiland ontstaan. De gemeente heeft het plan opgevat de beschoeiing van de Singelgracht te verbeteren. Op oude kaarten is te zien dat de loop van de oevers veel hoekiger was, met wandelpaden erop. Nu de kans zich voordoet, wordt bekeken of onderdelen van deze oude situatie kunnen worden hersteld. Op diverse plekken wordt aan de straat gewerkt. Vaak is de reden dat het riool verbeteringen behoeft. Bij Albert Heijn wordt op verzoek van bewoners oneffenheden uit het wegdek van de Wagenstraat gehaald. Iemand in de buurt die van de oude oom. Dat wou ik dat iets vaker simpel en gelukkig was. Oh, oh. Remy, hoe lang doe je dit al? Nou, al zeker een jaar of 15. Dat ik al te maken heb met de cultuurprijs. Eerst als voorzitter van de jury en de laatste jaren als voorzitter van het bestuur. En wat maakt het iedere keer anders voor jou? Nou, op de eerste plaats al de mensen die voorgedragen worden. Het is toch telkens weer een verrassing natuurlijk. Er zijn altijd een paar bekenden zijn erbij. Maar vervolgens komen ze dan bij de jury terecht. En het is een onafhankelijke jury. Dus ook voor ons als bestuur is het elke keer een verrassing. Wie komen er nou uit de hoge hoed? En dat was letterlijk ook bij de nominaties in het klooster toen die bekendgemaakt werden. En dat is voor ons bestuur is de verrassing. Jij bent, laten we zeggen, jurylid geweest. Jij kan ons vast iets vertellen over de criteria die worden gehanteerd. Dat is eigenlijk per jury verschillend. Want elke keer, we hebben een stuk of 5 juryleden. En bij elke uitreiking worden er 2 vervangen. Dus dat betekent dat elke keer is de jury weer nieuw. Elke keer moet opnieuw, weer maken ze samen weer uit wie, welke criteria daar nou gehanteerd worden. Je mag natuurlijk geen voorkeur uitspreken, denk ik, als voorzitter van de commissie. Nee, uiteraard. Als voorzitter van de stichting mag ik helemaal niks zeggen. Want niet alleen maar omdat het geheim is, maar dan zou ik ook ingaan tegen het principe dat we een onafhankelijke jury hebben. En die bepaalt het dus helemaal zelf. Straks zal ik ook het woord geven aan de voorzitter van de jury. Om namens de jury wat te zeggen over de genomineerden. En uiteindelijk zal dan de wethouder de envelop openmaken waarin dan staat wie de winnaar is. Ja.
Toch niet met mij, Hans? Goedenavond. Beste mensen, lieve kunst- en cultuurliefhebbers, een kerk vol. Vanavond vieren we een lustrum, de 10e uitreiking van de cultuurprijs Woerden. Een idee uit 1995 van Tineke Landers, dat vandaag nog steeds een uitermate fris idee is. Wat is cultuur? Wat is kunst? Cultuur komt van cultus, afgeleid van het Latijnse werkwoord colere. Verzorgen, vereren. Cultuur is alles wat de mens voortbrengt, verbouwt en vereert. Elk mens brengt cultuur voort. Over de genomineerden van vanavond, met wie ik met veel plezier het afgelopen jaar heb mogen werken, een aantal observaties. Cor Bravour, voor de 3e keer genomineerd had, in korte tijd een overtuigend druk bezocht Havendagen Shanty Festival neergezet en ook buiten worden zeer gewaardeerd met hun Zuidwesterprijs. Ze nemen ook steeds opnieuw het risico mij uit te nodigen voor hun zangbijeenkomsten. Ad, we drinken zo meteen een biertje. Okay. Stichting Het Romeins Schip, die op een prachtige wijze en met niet te onderschatten inspanning 2 schepen in de vaart houdt om ons Romeinse verleden tot uitdrukking te brengen. Ik had hier staan Henk, maar het is dus Ilse. Ik wens je veel inspiratie toe voor je nieuwe arrangementen met de Fiducia en vaar in vertrouwen met je mee. Nachtcultuur. Het is al gezegd, geboren op een gure nacht in Amsterdam, om Woerdenaren kennis te laten maken met de talenten van hun mede-Woerdenaren, waaronder dan ook rollerskate in een parkeergarage. Zij brengen hoofdstedelijke allure naar de hoofdstad van het Groene Hart. Bas, dit jaar begrijp ik van je geen Amerikanen en Harleys in Castellum, maar ik zie de andere grensverleggende verzoeken graag weer langskomen. Ten slotte, Galerie De Gewelven. Dit is een initiatief waar ik de afgelopen jaren in het geheel niets mee heb gedaan, niet aan heb gewerkt, niks, nakkes, nada. Dat hebben Hans, Gert-Jan en zijn team namelijk niet nodig. Zij doen het geheel zelfstandig. Van de internationaal erkende Ed van der Elske via de Hasselblad Masters tot aan het terugbrengen van de lokale fotograaf Jaap van der Voren. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden, dus ga zondag zeker weer kijken bij de presentatie van Troostbomen, want dat vertelt meer dan ik kan wat Hans heeft bereikt. Dames en heren, Thorbecke meende midden 19e eeuw dat het niet aan de overheid is een oordeel te vellen over kunst en cultuur. Daar denken sommigen in Den Haag nu heel anders over, helaas. Thorbecke zei destijds: de kunst is geen regeringszaak, in zoverre dat de regering geen oordeel nog enig gezag heeft op het gebied der kunst. We hebben hier dan ook een kundige jury uit uw midden die een oordeel heeft geveld. En dan nu, uit deze 4 genomineerden, tromgeroffel graag, de winner is... Deze genomineerde heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op het culturele leven in Woerden. Wat deze genomineerde gedaan heeft en nog doet, vormt een inspiratiebron van ongelooflijke kwaliteit. Het zet Woerden op de kaart, ook ver buiten de gemeentegrenzen. Daarom heeft de jury de Cultuurprijs Woerden 2013 toegekend aan Fotogalerie In De Gewelven. En de Hasselblad Masters, ik heb hem zelf een keer gewonnen. Ik
dat het elke keer weer top is. En het is echt uit liefde voor de fotografie en uit liefde voor de stad. En dat is het. Dank jullie wel. RPL TV is vandaag te gast bij fysiotherapie Ewold in het kader van het programma Bedrijvigheid in Woerden. Tom, zou je even iets kort voor kunnen stellen? Ja, mijn naam is Tom Ewold en ik werk sinds 1986 als fysiotherapeut hier in Woerden. En altijd op dezelfde vestiging? Nee, ik ben begonnen in de Johan Bosmanstraat hier wat verder vandaan. En sinds 2002 zitten we hier op de Jozef Israëlslaan. En met hoeveel mensen, hoeveel therapeuten werk je hier? We werken met z'n vijven op twee verschillende locaties. Drie man hier en twee man op een vestiging bij Sport City in onze dependance. En is dat, die aantal medewerkers, is dat inclusief de figuur die naast je staat? Nee, de figuur naast mij is slechts een aanschouwelijk model wat we gebruiken om onze behandeling te demonstreren of iets te verduidelijken. Tom, kan je aan de hand van dit skelet vertellen welke specialisaties jullie allemaal hebben? Ja, zeker. De fysiotherapie als geheel behandelt eigenlijk het hele lichaam. Als we kijken, we hebben een specialisatie kaakfysiotherapie. Nou, die behandelt uiteraard voornamelijk kaak- en nekklachten. Sportfysiotherapie behelst eigenlijk ook voornamelijk het hele lichaam, maar veel meer schouders, knieën, enkels. We hebben medical taping die we gebruiken ook binnen de sportfysiotherapie, maar ook bij eudeemtherapie is dat ook een specialisatie. Die we gebruiken bij mensen met amputaties, kanker en dat soort dingen. Die vochtophoping, nou, dat gebruik je ook eigenlijk het hele lichaam voor, maar voornamelijk boven- en de onderpartij. Echografie doen we, dan kan je voornamelijk oppervlakkig gelegen gedeelte in beeld brengen. Dan heb je voornamelijk armen, benen, een beetje de rug. Sportfysiotherapie had ik al genoemd. En manuele therapie als laatste. Belangrijke specialisaties, daar doen we erg veel mee. Het grootste behandeltraject daarvoor is voornamelijk de wervelkolom. He, nek, borstkas, lage rug, uiteraard ook wel de rest van de gewrichten. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste specialisaties die we gebruiken. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen fysiotherapie? Ik begrijp dat over het hele lichaam gaat en de manuele therapie met name de rug. Maar wat is nou precies het verschil tussen een fysiotherapeut en een manuele therapeut? Fysiotherapie maakt gebruik van een aantal dingen als oefentherapie, massage. In het verleden ook veel apparatuur als warmte, geluid, stroom en dat soort dingen. Dat is eigenlijk een beetje achterhaald, wordt niet meer zoveel gebruikt. Eigenlijk bijna niet meer. Maar die doet veel meer iets aan het gevolg van een klacht. Terwijl een manueel therapeut veel meer zoekt van waar de oorzaak van klachten is. Je kan zeggen, ik heb een stijve nek. Dan kan je de spieren gaan losmasseren. Maar als blijkt dat er in de nek een blokkade zit of een fixatie. En je lost die blokkade op, zie je vaak dat die spieren veel sneller uit zichzelf weer los worden. Dus dan doe je niet iets aan het gevolg, maar veel meer aan de oorzaak van klachten. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Kan ik u helpen? Ja, ik had een afspraak hier om vanmiddag. Ik ga even kijken. Hoe laat heeft u die staan? Waarom drie nu? Uur. Drie uur. Eens even kijken. De heer Ziel? Ja. Ja? Dan mag u even plaatsnemen en dan komt mijn collega u zo meteen roepen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Meneer De Zeeuw. Hi. Goedemiddag. Hi. Tom Ewold. Noah. Komt u verder. Lukt dat? Ja. Ik moet er niet op gaan staan. Maak maar de laatste open deur aan de rechterkant. Oh, oké. Okay. Goed. Ik heb nou al je gegevens opgenomen. Ik heb wat onderzoek gedaan. En op basis van dat onderzoek verwacht ik dat je een klein scheurtje in je kuitspieren hebt. Om dat zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen, wil ik graag een echo van je kuit laten maken door mijn collega hiernaast. Zodat ik ook zeker weet wat er aan de hand is, zodat je ook een gedegen plan kan krijgen over hoe je aan herstel er verder uit gaat zien. Top? Ja? Ja. Oké. Okay. Dan lopen we naar hiernaast. Kom verder. Dat is mijn collega Tim van Haveren. Hi, De Zeeuw. Hallo, goed Tim. Noah. Die zal voor u een echo maken om te kijken wat er precies aan de hand is. En naar aanleiding van die echo gaan we nog even een behandelplan opstellen en wat oefeningen geven. Oké. Okay. Ja? Ja, dat is goed. Oké. Okay.
van staat. Ja, tuurlijk. Mag je je schoenen uitdoen, sokken en de broek. Ik ga even onderzoek bij je doen. Ik begin even met de Achillespees en dan ga ik hem van helemaal de volledige kuit langs kijken. Als ik iets zie, dan maak ik er een foto van en dan zal ik je straks op het einde laten zien wat ik gevonden heb. Zelf ziet er gewoon netjes uit, maar je gaf natuurlijk zelf ook aan dat het probleem meer in de kuit zat. Nee, klopt. Foto's gemaakt en dan zal ik jou zo meteen uitleggen wat we hebben gezien. Hou eerst het jou van je kuit af. Nou, we hebben mijn collega Tim even een echo laten maken van je kuit. Gelukkig is daar geen schade op gevonden. Dat betekent dat we eigenlijk met een simpele manier van oefenen jouw kuit weer zo sterk kunnen krijgen dat je weer normaal kunt functioneren. Nou, daarbij heb ik wat voorbeelden laten zien. En dit is een voorbeeldje van een kuit. Hè. Die kuit kan je een beetje aan- en uitkleden. En eigenlijk gaat het om de oppervlakkige kuitspieren. En daar hebben we er twee van. Hier is een kuitspier en daar is een kuitspier. Nou, in deze kuitspier, die heb je overbelast. Op zich zijn er verder geen schades in gevonden, geen spierschutjes, wat dan ook. Dat betekent dat we gaan proberen om jouw spieren weer zo sterk te maken dat je in de volgende situatie niet weer hetzelfde probleem oploopt. Nou, daarvoor hebben we wat oefeningen. Die oefening laat ik je straks zien. Dat is een oefening. Daar krijg je ook, die heb ik alvast voor je uitgeprint. Dat is een oefening. Dit is voor thuis om te kijken als geheugensteuntje. En deze oefening zal ik je straks in de oefenzaal even laten zien. Om te kijken of je op die manier weer zo snel mogelijk op krachten kan komen. Nou, je bent een fanatieke hardloper. Mocht je nou bij dat hardlopen weer opnieuw klachten krijgen, kunnen we altijd nog op de loopband een videoanalyse maken. Om te kijken of in je looppatroon afwijkingen zijn. Okay. En die kunnen we eventueel aanpakken om te voorkomen dat je in de toekomst weer opnieuw klachten krijgt. Is goed? Alles duidelijk? Voor mij wel. Vragen mij nog? Nee, ik zeg laten we even gaan kijken. Dan gaan we hiernaast in de oefenzaal even wat oefeningen laten zien die je thuis kan gaan doen. Is goed. Ja? Ja. Goed. We lopen daar naar de hoek, naar het wandrek toe. Dan zal ik even laten zien wat de bedoeling is van de oefening. Oh. Ja. Waarom zijn er zo weinig apparaten hier eigenlijk? Er is een tijd geweest in de fysiotherapie dat fysiotherapeuten een soort sportschool houden werden. Er werden allerlei apparatuur neergezet, fitnessapparatuur en dergelijke. Alleen er komt steeds meer onderzoek dat eigenlijk blijkt dat al die fitnessapparaten de klachten niet veel beter maken dan zelf oefenen. Met gewichten, met haltertjes, met balletjes en dat soort dingen. Of in een aantal gevallen zelfs verslechteren. Dat is de reden waarom we hier alleen maar functionele training doen. Dat betekent training die zo ver mogelijk aansluiten bij je normale dagelijkse leven. En niet gekunstelde bewegingen die je apparaat maakt. Het blijkt als je wat meer functioneel traint, dat je herstel sneller gaat en dat de kans op herhaling veel kleiner wordt. Oké. Okay. Ja? Ja. Dus ik laat je nu ook een oefening zien die je zonder apparaten kan doen, die je gewoon thuis kan doen met de trap, waarmee je zo snel mogelijk die spieren in je kuit je zo sterk maakt dat dit ook niet meer terugkomt. Oké. Okay. Nou, wat is precies de bedoeling? Nou, zoals ik uitleg. De eerste 4 dagen moet je rustig aan doen. Er is iets kapot in je kuit, het is een overbelasting. Dat betekent dat je na 4 dagen en de meeste pijnwegs mag gaan oefenen. Ik heb je huiswerk meegegeven hoe je dat moet doen. En ik zal nu laten zien hoe je na 4 dagen heel rustig mag beginnen op de trap thuis met een oefening zoals die op dat papier staat. Oké. Okay. Ja? Ja. Zal ik hem laten zien? Laat mij eens even zien. Ja, want je mag hem nu nog niet doen, maar ik laat zien zoals je het moet doen. Je gaat straks op de trap staan met schoenen aan. Je zet 1 voet omhoog en je gaat de pijnlijke been laat je langzaam naar beneden zakken. Ja, dat doe je een aantal herhalingen zoals er op het papiertje vermeld staat. Op deze manier. Thuis begin je met ondersteuning op de trapleuningen. Dus je probeert zoveel mogelijk steun te nemen op de trapleuning. Dat is ook het voordeel. Kijk, als je in een fitnesscentrum moet trainen, moet je daar naartoe om te oefenen. Dat doe je vaak maar 2 of 3 keer per week. En deze oefening doe je 3 keer per dag thuis, zodat je veel sneller weer kan gaan stellen. Oké, okay. Ja, oké. Okay. Ja. Succes met oefenen. Dank u wel. En wij zien elkaar volgende week weer en controleren hoe het ervoor staat. Is goed? Ja? Ja. Succes. Dank u wel. RPL TV heeft nu een kijkje in de keuken genomen van fysiotherapiepraktijk Ewold. Daar komt Noah ook aan, die net de hele behandeling achter de rug heeft. Noah, hoe is het gegaan? Het is goed gegaan. Ik blijk gelukkig geen scheurtje in mijn kuit te hebben. Ik moet wel even rust houden, wat dat betreft. Ik moet nog 4 dagen rust houden en daarna is 3 weken lang de trap voor mij. Ik heb mijn oefeningen gekregen, mijn huiswerk. En volgende week nog even terugkomen.
De vereniging Mobile bestaat sinds 2000. Dat heeft nog wel een vrij langere voorgeschiedenis, omdat we gefuseerd zijn uit twee andere sportverenigingen uit Woerden. Houvast en Bato. Als ik kijk naar de recente geschiedenis van Mobile, dan hebben we de laatste jaren behoorlijk goed gepresteerd met onze dansafdeling. Daar hebben we zelfs eerste plaatsen bereikt het afgelopen jaar op het Nederlands kampioenschap jazzdans. Nou, we zijn natuurlijk buitengewoon trots op. En dat hebben we ook alleen maar kunnen doen met inzet van de enthousiaste leiding. Uiteraard de talenten van de kinderen. En ja, wij denken ook een goede organisatie die staat. Dance bij Mobile is eigenlijk jazzdans. Dat is een bepaalde stijl van dansen die ook voortkomt uit zeg maar, de klassieke achtergrond. Daar heb je natuurlijk nog heel veel verschil in. Maar waar wij bijvoorbeeld niet in gespecialiseerd zijn, dat is hip-hop of street dance. Elementen daarvan kunnen natuurlijk wel in de jazz terugkomen. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Eigenlijk voor elke afdeling hebben we zo onze eigen locaties. Waar we nu zijn, dat is de turnhal. Daar vinden bijna alle turnlessen plaats. Dat is ook nodig omdat je speciale accommodatie nodig hebt. De goede toestellen, de goede ruimte. Ook echt letterlijk de ruimte om te bewegen. Voor de dance hebben we onze eigen dance studio, de Mobile Dance Studio. Die is in eigen beheer. En verder huren we voor de gymnastieklessen gymzalen van de gemeente. Sport is echt heel belangrijk in de maatschappij. Dat betekent eigenlijk dat we als visie hanteren dat eigenlijk elk kind moet sporten. Dat is heel belangrijk. Sport is gezond, sport is goed voor je. Sport is goed voor je schoolprestaties. Je blijft er slank en gezond bij. En ja, wij willen eigenlijk dat elk kind in Nederland, om te beginnen in Woerden, actief aan sport doet. Daarom zijn we zo blij dat we iets kunnen aanbieden wat zo laagdrempelig is dat eigenlijk elk kind kan sporten. Gymnastiek is eigenlijk de moeder van alle sporten. Je leert er op een leuke, prettige en gezonde manier bewegen. En dat is waar het om gaat. Kan je iets vertellen over de turnhal waarin we staan? De turnhal. Dat is de turnhal van Snelle Poort in Woerden. Dat is eigenlijk onze vaste plek waar we turnen. De hal zelf huren wij van de gemeente. Een groot gedeelte van de inventaris is van onze vereniging. Een gedeelte van de toestellen is van een andere vereniging. Hij staat ons ter beschikking. We verhuren de hal ook nog aan andere verenigingen. En wat grappig is om te vertellen is ook dat we in januari na de kerstvakantie deze hele hal met alle toestellen en alle apparatuur die hierin staat helemaal leeg hebben gehad, schoon hebben gemaakt, alles gereinigd, opnieuw ingesteld, terug hebben geplaatst, zodanig dat eigenlijk alles weer schoon en keurig op zijn plaats staat.
En naast de vloer hebben we ook de schuimblokken in de valkuil vernieuwd. Die waren oud, vies en geel en zijn nu weer mooi, recht, hoekig, schoon en wit. En dat zijn er nogal wat? Er zijn er heel veel. Ik weet niet hoeveel, maar er zijn echt zakken met schuimblokken hier naar binnen gehaald. En alles was leeg, dus het was een hele lege kuil. Het lijkt wel een zwembad. En dan gaat er geen water in, maar schuimblokken. En voordat dat vol is, nou, dan ben je even bezig. Maar ja, het resultaat was eigenlijk een hele nieuwe, schone, frisse turnhal. Die weer voor onze turnsters en ook van andere verenigingen weer tot hun beschikking staat. Dus jullie zijn weer helemaal fris. Zijn er nog wensen wat betreft toestellen of andere apparatuur? Als ik het aan de leiding en aan de trainers vraag, zijn natuurlijk altijd wensen. En dat is ook prima, want we moeten natuurlijk wel blijven investeren. Dat kunnen we doen ook omdat we een financieel gezonde vereniging zijn. Dus uit de opbrengsten van de contributie kunnen we de kosten betalen. Maar houden we ook nog een spaarcentje over om uiteindelijk over een aantal jaren weer toestellen te vervangen of nieuwe toestellen bij te kopen. Inundatie is dus onder water zetten van gebieden. Normaal werden hele polders onder water gezet. Hier was dat onmogelijk, want dan zou het water oprukken tot Gouda, Rotterdam, Den Haag. Daarom werd hier een stevige dijk gemaakt, de Prinsendijk. En werd een betrekkelijk smalle strook water land onder water gezet. Maakt het ook een kwetsbaar gebied, militair gezien. In 1672 bleek dat ook, toen de Fransen de Hollandse waterlinie gepasseerd. Hij heeft Bodegraaf in de Zwammerdam geplunderd. Daarna heeft stadhouder Willem III dus het besluit genomen om een versterking op de zwakke punten te bouwen. En op de hoek dus van de Hollandse Waterlinie en de Oude Rijn is toen Fort Wierikenschans verschenen. Het fort was een onneembare vesting, zelfs ook voor hele ondeugende jongetjes die hier visten en die hier allerlei dingen deden die ze van de moeder niet mochten. Als je je vinger naar het fort uitstak, dan lag je arm eraf, zo werd het je verteld. Er is hier geen graffiti spuit leeggespoten, er is geen raampje ingegooid. Het is altijd eigenlijk heel erg goed bewaard gebleven, omdat het een van de forten is die het langst in eigendom geweest is van defensie. En dat kwam doordat er een verbinding was in het kader van de Koude Oorlog met de Lunenburger Hei. Er waren hier geheime zendapparaten, stonden hier opgesteld om eventueel bij noodgevallen nog te kunnen zenden. Dus het is een van de laatste forten die defensie heeft afgestoten. Nou, dit zijn ze dan, hè? De oude manschapsverblijven.
Men vermoedt dat ze al uit de bouwtijd van het fort stammen, 1673. Hier lagen dus de gewone soldaten gelegerd. Je moet je realiseren dat dat pas vanaf 1830 zijn dat echte militairen, miliciens. En voor die tijd waren dat huurlingen. En het waren geen hele goede huurlingen, want het waren over het algemeen invaliden. Zo noemden ze die ook. Dat waren soldaten met één oog of één arm. Die konden niet meer vechten. Maar die konden voor bewaking hier op hun fort nog best hun werk doen. Die mensen woonden hier ook. Het was hier echt een dorp. Hè? Je had hier een kroeg, je had hier een bakker, je had hier een smid. Je had allerlei werklieden. Je had prostituees. Alles wat een soldaat nodig had in die tijd, dat was hier. We hadden hier dus een echt dorp. Gezellig, knus. Totdat er ergens in 1827 een brief komt aan alle mensen, al die bewoners. Binnen 3 maanden verhuizen. Want het fort wordt ingericht als Rijksbuskruitmagazijn. Het kuiphuis werd verbouwd. Er werden arsenalen, die vroeger arsenalen waren, werden ook omgebouwd tot buskruitmagazijn. En in de 19e eeuw krijg je dus hier ook regelmatig transport van buskruit. Met allerlei regels omzien, met een veldwachter ervoor en een veldwachter erachter, om te voorkomen dat er maar op geen enkele manier sprake is van vuur of van vonken, want dat kon levensgevaarlijk zijn. Men heeft me wel eens verteld dat als dat allemaal ontploft was, was het gebied tussen Alphen en Woerden 1 grote woestenij geweest. Er waren dus ook allerlei voorzieningen. Er mocht bijvoorbeeld onder de laarzen van de militair mocht geen ijzer zitten. Want het ketsen van die laarzen op de stenen hier, dat zou tot vonken kunnen leiden. Mocht niet. Nou, rookverbod uiteraard. En alle muren, de hele bouwkundige structuur van deze gebouwen zijn opgericht om, mocht er iets fout gaan, dat het allemaal omhoog gaat en vooral niet uitbreidt. Het mystieke verhaal, die historie, het microklimaat, het afgeslotene, dat geeft mensen een goed gevoel. Maar daar kan je het niet langdurig op exploiteren. Je zal toch naar buiten moeten en je zal het fort moeten gebruiken om de omliggende cultuurhistorie te ontwikkelen. De restauratie is een heel speciaal proces. Ook slopen is al restaureren. En op het moment dat je dat doet, ben je niet leader in het proces als restaurateur, maar je bent volger aan de gebouwen. De gebouwen maken hier de dienst uit hoe er gerestaureerd wordt. Dat levert veel bouwsporen op, dat levert veel informatie op en dat levert straks een gerestaureerd pand op wat ook een verhaal heeft. Dus alle tijdlijnen van 1673 tot 2010 moeten zichtbaar blijven in het fort.